leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hip hip hip, hoera! Hip hip hip, hoera! Hip hip hip, hoera! Hip hip hip. En nu mag Willeke de kaarsjes uitblazen, ja. Wow! En nu tijd voor de cadeautjes. Oh, ja. Oh. Ja. Oei, pardon. Ja, ja. Oula. Oula. Ja. Tada! Hier, Billy. Voilà, die is voor jou. Ja. En mijn onkel Dimitri. Ja, ja. Nog een cadeau. Ja. Die taart met uw... Ja, ja. Voorzichtig. Ja. Ja. Ja, ja. Oh, wauw, dat is een groot pak. Zeg, dat is precies een sardineblik, hè. Alsjeblieft, Billieke. Wat zeg je nu? Huh? Oh! Wat kan Billy daarmee doen? Ah, daar kun je heel creatief mee spelen, hè. Hé, Billieke. Brum, brum. Zet jij je verstand verloren? Dat krijgt Billieke als hij later groot is, hè? Wil er nog iemand koffie? Ja. Ja. Oh, wacht, ik zal wel gaan. Scheelt er? Ja, dat is nog van die match tegen de Stampers. Die mannen trekken niet terug. Nee. En dan die supporters, echte hooligans. Pas op. Sorry. Excuseer. Je ziet dat je veel te klein woont, hè? Je zou weer beter boven mijn garage kunnen wonen. Je mag je kamer hebben voor 8000 frank. Hela, hela. En ik dan? Ach, jij mocht meekomen, hè? Dat is dan 16.000 frank. Zijn je op je kop gevallen? Even 15,5. Het is hier misschien wel klein, maar gezellig. En trouwens, stel u voor, 16.000 frank. En als Billeke dan meekomt, dan is het nog 8000 frank meer zeker. Wat denk je wel van mij? Dat is mijn petekind, hè? 4000 franken in de frank. Dit is oké, Kaas? Ah, dag meneer Boma. Hé? Een sax. Gaat je muzikant worden? Ah, een fax. Ja, ja. Ah, en gaat je boren om de kabel door te trekken? Ah, dat is geen probleem. Nee, vandaag nog. Ja. Dag meneer Boma. Dag. Zeg, Dimitri, heb je gezien wat er op de poort staat? Ja, momentje, Doortje. Ja, dit is oké, Kaas? Ah, dag Pascal. Ja, maar het is belangrijk, hè? Een lek in de leiding. Ja, als je wilt, kun je tegen een zeer voordelig tarief hier komen wassen, hè? Ah, de leiding van bier. Ja, maar dan kom ik met mijn materiaal. Ja, dag Pascal, dag. Zeg, maar ik moet luisteren. Ja. Buiten leiden... Momentje, Doortje. Dit is oké, Kaas? Ah, Xavier. Een autoband. Ah, zal eens in het magazijn gaan kijken, hè? Nee, dat komt in orde. Hoort nog van mij. Dag, Xavier. Ja, wat is nu? Kom maar mee naar buiten, je zult verschieten. Ah, wel? Wat scheelt er? Ik zie niks. Achter u, Dimitri. Wat, hè? Dat is broodroof. Ah, de pottenstappers van Kampioen denken dat ze plezant zijn. Maar nu is het oorlog, hè? Ja, maar Dimitri, jij weet toch niet wie dat gedaan heeft? Ah, nee, zeker. Je mocht 3 keer raden. Ja, maar je hebt toch geen bewijzen? DDT-BC-kaars! Ik zal ze schat doortrekken! Ja, maar... Ik had toch liever mijn dakschotel van de kraan. Xavier, DDT heeft beloofd om de leiding zo rap mogelijk te komen maken. Ah, dat is goed. Dan kan hij ook eens naar mijn bed kijken. Wat is er met uw bed? Dat kraakt. En Markske. Als je erop gaat zitten, hè. Ja. Hey. Oh, wel ja, met zo'n gewicht. Ja, apropos, ik heb ook naar DDT gebeld voor een autoband om tegen de muur te zetten in de garage. Ja, als ons Carmen denkt dat ze achteruit staat, dan rijdt hij vooruit. Dan is een autoband wel interessant, hè. Ah, dan kan hem ook eens naar mijn geraamte kijken. Nee? Mark heeft een geraamte om op te studeren. Ah, kun je niet beter gewoon in de spiegel kijken? Ah, Dimitri. Zo rap al wel, dat is vriendelijk. Als je maar weet dat ik dat zo niet laat, hè. Trainer van mijn bot, hè. Ik ga naar de gendarme. Zie maar dat ze daar niet houden. Als je binnen de 10 minuten mijn bordje begint te kuisen, hè, dan geef ik je aan. Dan geef je mij aan wie? Ah, je denkt dat het voor het lachen is, hè. Je zult nog staan kijken, boeverke. Dimitri. Als jij Xavier als kuisvrouw wilt, hè, amai, dan zul je serieus moeten betalen. Oh, ik heb het zelf gewild. Ik kan naar in mijn voorzitter.
Spanje. C'est incroyable, zo'n telefax. Je steekt hier een briefje in en dan la minuut komt dat daar in Australië uit. Ja, wat gaan ze ginder met dat briefje aanvangen, hè? Je zou mij beter wat opslag geven in plaats van al die onnozele tijd te kopen. Je hebt net opslag gehad? Oh ja, 5 frank noemde jij dat opslag? Pardon, dat is 2,5%. Oh ja, daar ben ik vet mee als het leven 10% omhoog gaat. Zeg, weet jij wat dat die onnozele DDT mij aanrekent voor de reparatie van mijn wagen? 12.000 frank. Ja, dat zijn mijn zaken niet. Nee, maar die van mij wel en daarom vraag ik opslag. Ah, wel, wat heb je te zeggen? Hela, bij ons thuis kloppen ze, eer dat ze binnenkomen. Pas maar op of ik begin te kloppen. Wie zegt dat? Dat van Xavier? Of dat van u? Of van mijn neefje? Dimitri Cape Cola, man. Over wat zijn jij bezig? Over mijn poort. Maar je zult betalen, hè. Onderhoudskosten, werkverzuim, laster en eros. Je hebt jij een slag op uw ketel gekregen? Geen wonder hè, dat hij mij 12.000 bal vraagt. Ah, wel, nu is 13. En mijn poort is nog duurder, hè. Maar als je niet wilt luisteren, leg het dan maar uit. Wat uitleggen? Ali! En de gendarme! Dat is toch triestig, hè? Zo jong en al seniel. Oh, meneer de Tremmer zal nu wel gauw komen, hoor. Het is trouwens tijd, want mijn kleine gaan ophalen bij de onthaalmoeder. En, welke actie was dat ook alweer, meneer Kolenbunder? Van de middenstand. Mm. Op een bijdrage van meneer de Tremmer zult je niet moeten rekenen, hoor. Nee. Hij kan er iets aan verdienen. Oh, dan zal hij wel geïnteresseerd zijn. En valt hij een beetje mee, mijn baas? Je moet hem kennen. Soms is hij heel vriendelijk. Zit je er wel een koffie te drinken? Dat is er geen tea-room, hè? Je moet meneer toch goed ontvangen? Hij wil u spreken. Kolenbunder. Ik stop met mazout. Meneer heet Kolenbunder. En nu moet ik mijn bieleke gaan ophalen, hè? En wel bedankt voor de ontvangst, mevrouw. Graag gedaan. Meneer is een gentleman. Ja, dat personeel, hè? En voor wat is het? Wel, ik ben de regionale afgevaardigde van de middenstand. En wij zetten een actie op het getouw om het imago van de garagehouder zo'n beetje op te vijzelen. Ik heb al gegeven. Ja, maar nu valt er iets te krijgen. De sympathiekste garagist krijgt een prijs van 100.000 frank. Nou, nog een tasje koffie? Nee, dank u. Zet u. Ja. Weet u, er bestaan nogal wat vooroordelen tegenover garagisten. Hm? Ja. Ja, de mensen denken dat wij geldwolven zijn. Ze moesten niet weten, hè. Ze zeggen dat wij in het zwart werken. Het is niet waar, hè. En dat er garagisten zijn die oude stukken in auto's zetten en die aanrekenen als nieuwe. Het is niet mogelijk. Ja. En daar willen wij vanaf. Ja. En dat doen wij door middel van steekproeven en enquêteformulieren. Mm-hmm. Kijk, dit zijn de uwe. Ah, ja. En waar moeten ze mijn naam invullen? Hier. En ze kunnen ook punten geven. Van 1 tot 5 voor wat betreft de service. Ah, dat is interessant. Hè? Heel belangrijk, elk formulier moet natuurlijk de handtekening dragen van de klant. Hè? Zonder is het niet geldig. Ah ja, anders kan iedereen zo'n formulier kunnen invullen, zeker. Ja. Wel, ik hoop dat u geïnteresseerd bent in onze actie, meneer de Tremmery. Dus 100.000 frank, zegt je? Ja. Natuurlijk, meneer Kolenblunder. Heeft u koffie mee? Nee, dank u. Zo, ja. Tot genoegen. Ja, bye. En misschien word jij wel de sympathiekste. Ja. En de rijkste. En dat is een beetje te zien hoe dat je daar binnenstort. Amai, Dimitri was onbeschoft. Ja, niet normaal. Ik denk dat we die nog eens naar het slothuis moeten voeren. Ja. Hij kan zien dat hij zijn manieren houdt. Mij gedacht. Ja, maar als ze nog eens van zijn een tak opmaken, dan zal hij mij eens leren kennen. Goedemiddag allemaal. Dag, Xavier. Hoe gaat het met de ploeg? Goed. Carmen. Zeg, dat van die 13.000 frank, hè? Dat meende ik niet. Dat was maar op te lachen. Zeer plezant. Humoristisch, hè? Ja. Ah, meneer Boma. Zeg, ik zorg wel voor uw gaatje, hè? En hier, onze dokter. Hè? En hier is Bieke. En binnenkort zet jij zijn vrouwke. Mag hem al doktertje spelen met u? Goed, hè? Dat heb ik zelf gevonden. Ah, dag Pascal. En hoe gaat het met u? Goed. Zeg, waar is die leiding die ik moet repareren nu? De leiding? Ja. Kom. Ja.
Hier. Voilà. Oh, een minuutje en dat is klaar, hè? Jij bent toch een sympathieke bende, hè? En wat gaat mij dat kosten? Kosten? Dat kost u niks, hè? Zijn we geburen of zijn we het niet? Sympathiek, hè? Voilà. Daar gaan we dan. Neighbors. Voilà. Je kunt weer tappen. Dag, schotel. Kijk, Xavier. Ja. Ja, voilà. Ja, zeg maar wat je gaatje wilt. Meneer Boma, dat klant is koning, hè? Dat is een stopcontact, hè. Goeie stil, man. Rappe service. Bon. En wilt gij mij nu een keer expliceren waarom gij daar straks zo kwaad werd? Kwaad? Ikke? Allee, meneer Boma. Het was maar om te lachen, hè. Ha, was om te lachen? Ja, daar had ik niks van gemerkt, Dimitri. Parels voor de zwijnen, gelijk ze zeggen, hè. En zwijnen in de saucisse. Goed, hè. Dat heb ik zelf gevonden. Ja, ja. Heel plezant, Dimitri. Hoeveel moet ik u? Het is gratis service, hè. En ik zorg er zelfs voor dat uw fax nog werkt ook. Ja, meneer, dat zal ik wel doen. Tut, tut, tut. Service van de zaak. Ah. Domme Dimitri, weet je wat dat zo'n faxmachine kost? Ja, maar mijn arbeidsprestatie die is wel gratis, hè. Sherry. Heb je tegen mij? Zeg, is me dat vergeten? En zie, dit is mijn vloer. Oh, en voor wat dient dat? Dat is een cadeau. En cadeaus scheppen een band. Goed, hè, dat heb ik zelf gevonden. Een cadeau. Ergens anders gooien ze dat op de vuilhoop, hè? Ja, maar Xavier heeft die gevraagd om in een garage te zitten. Oh, ja, dat kan goed van pas komen. Want als mijn Xavier denkt dat hij in achteruit staat, dan rijdt hem vooruit. Ja, en dan is zo'n band interessant, ja. Ah, wel, je krijgt hem gratis voor niks. Als je dit formulierje nog wilt invullen. Voilà. Alleen nog uw handtekening. Welke garagehouder draagt uw voorkeur weg? Dimitri de Tremery. Ja, ik heb het voor u al ingevuld. Sympathiek, hè? Mannetjes, ik heb fantastisch nieuws. Hè. Ik weet waarom dat Dimitri zo vriendelijk doet. Wij ook. En heeft hem dat bij u ook al ingevuld? Ja, ja. Hier, service 5/5. Ja, vriendelijkheid 5/5. Eerlijkheid 6/5. Ja, en als hij wint, is hij 100.000 frank rijker. En heb je dat getekend? Ah, ja, zeker. Nee. Oh. Oh, nee. Als hem sympathiek wil zijn, dan moeten we hem toch de gelegenheid geven, hè? Goeiedag allemaal. Dag, Dimitri. Voor mij en Piet. En Xavier, heb je al getekend? Nee, nog niet, Dimitri. Zo'n droge keel, hè. Allee, geef Xavier ook een pint, hè. Hé, Polleke, klaar met het formulierke? Het is hier zo warm, hè. Allee, geef Polle ook iets, hè. Dimitri. Het is hier dat je handtekening moet zetten. Ah. Ja. Oh, maar dat is zo'n moeilijke beslissing, hè. Ja, ik moet mij daar altijd moed voor indrinken. Allee, geef Carmen ook een pint, hè. De Porto. Als het niet anders kan. Allee, nee. Het tourneetje er al. Dat is pas sympathiek. Ja, ja. Voilà. Ja, maar Pascal, je moet geen frisjes geven, hè. Ik heb mijn materiaal bij om de leiding te repareren. Ja. Je vindt toch veel sympathieke middenstanders de laatste tijd. Ja. En weet je wat ik altijd zo tof vind? Dat zo iemand een interview geeft in een streekbladje. Ja, dan leerde die persoon precies echt kennen. Hè. Op de radio werkt dat nog beter. Dat is alsof je een vriend bij u in huis had. Ja, 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 dat is waar. Zeg, Bieke, zou je eens een interview willen afnemen van mij voor Public Time? En nu dat ik zo sympathiek ben? Geen probleem.
Zeg, en als u een bloemetje geven als je langskomt, dat is pas charmant. Zo precies alsof dat ze echt om u geven, hè? Ja, dat is echt waar, ja. Bloemen, bloemen. Allee, Dimitri, repareert die leiding nu maar, want ik krijg dorst, hè? Ja, ja, direct. Zeg, waar is Parkske? Ah, die is aan het studeren in de woonkamer. Zeg, zou die dat niet erg vinden als ik iets ging vragen over Radio Hallo? Nee. En dan kun je meteen zijn Pierrot herstellen. Zijn Pierrot? Scaphodium, lunatium, triquetrum en hier phalanx distalis van de pink. Oei, pardon. En je ziet, iedereen tevreden met TDT, hè? Zeg, Mark. Is me dat verschiet te zien? Ah, zeg Dimitri. Kent jij mij? Natuurlijk, wie kent u nu niet? Ah, wel, Dimitri? Ah. Wat scheelt er? Dat zegt precies iets tegen mij. Allee, kom aan, Dimitri. Ja, ik heb het. Ziet je wel? Voilà, kijk, daar is een sprekend geraamte. Wat scheelt er? Markske, dat is een goeie grap, hè? Goeie grap. Oh, wel ja. Hij dacht dat Pierrot kon praten. Ik deed maar al som, hè. Ja. Dus dat is uw Pierrot. Ja, en als jij zou willen een nieuw vijsje draaien in zijn staander? Geen probleem. Kom maar, ik heb hete chocomel gemaakt. Ja. Bedankt, hè. Ja. Ah, Dimitri, je durft toch alleen te blijven, hè? Natuurlijk. U dacht het niet echt dat ik schrik had, hè? Het belangrijkste in ons beroep is dus het vertrouwen te winnen van de klanten. Ja. Maar dat komt niet vanzelf. Ja. Maar u hebt zelf uw klanten toch al in de maling genomen? Ja. Ik? Nooit? Wie zegt er dat? Ja. Ikke, Xavier, meneer Boma, Paul. Dat is allemaal roddel! Ik ben zo eerlijk als goud. Ja, maar hoe verklaart u dan de aanhoudende geruchten? Dat is een leugens van de concurrenten. Ik ben de eerlijkste garagist van heel de provincie. Vraag het maar aan mijn klanten. Goedemiddag. Ah. Ja, en bij toeval, beste luisteraars, komt er ook net een klant binnengewandeld en we zouden mevrouw willen vragen... Ah, maar eerst een cadeautje van de zaak. Amai, zeg. Een roosje van DDT OK-kaars. Oh, zie, die heeft ook haar een beste tijd gehad, hè? Oh, dit is de geste die telt, hè? Ja. Oh, lees. Wat gebeurt er hier? Ja, mevrouw Carmen Waterslagers, wij waren hier net aan het praten over de eerlijkheid van garagist Dimitri de Tremmerie. Ja. Heeft u daar ervaringen mee? Ja, ja, Carmen, vertel de mensen eens hoe eerlijk ik ben. Ja. Lieve luisteraars, dit is Carmen Waterslagers vanuit de garage van de doodeerlijke Dimitri de Tremmerie. Voilà! Meneer de Tremmerie heeft mij zojuist een serieuze reductie beloofd op de reparatie van mijn wagen. En vermits dat hem toch zo doodeerlijk is, zal hem zijn belofte zeker nakomen. Niet waar, Dimitri? Ja. Het is te zeggen... Ja. Ah, wel, Dimitri? Ja, natuurlijk krijgt Carmen Waterslagers haar korting. In plaats van 12.000 moet ze maar 10.000 betalen. 8.000? 8.000 frank betalen. Dank u wel, Dimitri. Je bent vreselijk sympathiek. Amai, wat gebeurt er hier? Een intiem moment voor ons met twee dag gebeurt er hier. Wat vind je ervan? Gaan we niet gestoord worden door Billy? We worden door niks of niemand gestoord. Ik heb mijn voorzorgen genomen.
En wanneer krijg ik nu een kus? Kom hier, ja. Oh. Nee, maar wacht, wacht, daar staat te veel rommel onder. Op de sofa. Ja. Oh. Hoi. Ja. Oh, Doortje. Oh, Paul. Oh, nee. Wat scheelt er? Ik kan niet vrij als ze op mij zitten te kijken. Ja. Ja. Voilà. Ja. Oh. Wat nu? Nog. Zeg. Kom. Ja. Oh. En daar? Oh. Oh. Mijn rug. Wat gaat het, Paul? Oh. Ik ga ijsblokjes halen. Oh. Ik vrees dat je niet veel meer van mij moet verwachten, hè. Nonkel had gelijk, hè, Doortje. We wonen hier te klein, hè. Dan zullen we wel moeten verhuizen. Maar aan die prijs... Ik hoop dat Billieke zich in ieder geval beter amuseert. Voilà, Billieke. Billieke. En nu gaan we autootje spelen, hè? Voilà. Dit is het stuur. Brom, 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 hè? En dit zijn de lichten, hè? Klik, klak, klik, klak. En dit is de... De klakson. De tuut, hè? En dit is het contact, maar daar mogen we niet aankomen, hè, Billieke? Hè? Niet aankomen, hè. Zie, nu gaat onkel Dimitri even gaan telefoneren, hè. Nu mag Billieke nog chauffeurken spelen, hè. Is het goed? Tot straks, hè, Billieke. Billieke, het is gewoon een stukje draaien, hè. En braaf blijven zitten, hè. Billy. Tuut. Ah, meneer Kolenblunder. Het is Dimitri de Tremmer hier. Zeg, ik had graag geïnformeerd hoe het staat met het aantal uitgebrachte stemmen. Eh? Ah, goed gescoord. Oh, dat doet mij plezier, ja. Momentje. Billieke, speel eens met iets anders. Eh? Wat blieft? Van roost op kop? Ja, maar dat is mijn concurrent. En die werkt in het zwart? Ja, ja, het is goed. Ik zal een extra inspanning doen. Da. Zitten, Billy. Nu komt Dimitri op de raad. Niet doen, Billyke. Stop. Ho, Billyke. Ho. Billyke, stop. Stop! Billieke! Stop it! Billy! Oh, ja, wat is toch waar? Was mij dan verschieten? Gelukkig dat er niks gebeurd is, want anders, hè, ik had hem... Ja, nonkel, Dimitri heeft ferm geluk gehad. Ja. Oh, garme toch. Dat schapenke. Hier zien we Billieke. Enfin, we hebben toch een nieuwe chauffeur bij de kampioenen, zeg. Oh, maar gelukkig dat er niks ernstigs gebeurd is. Ah, nee. Mijn goal is kapot gereden. Maar, ah, wel, daar zit nog een artikel in. Huh? Billy Koppes, wegpiraat van 4. Jij schrijft daar niks over. Het is zo wel erg. Ja. Goeiedag allemaal. Ah, Doortje.
Heeft Willeke goed geslapen? Ja, Willy wel, maar ik niet. Hoe kun jij zo onverantwoordelijk zijn? Oh, die moedertjes toch, hè? Zeg, maar ik heb iets meegebracht om het goed te maken. Hè? Het contract van het appartement. Mijn hoofd staat er niet naar. Ja. Zeg, ik heb voor iedereen een formuliertje meegebracht om te tekenen. Ja, je dacht, hebben we allemaal al zo weer gehad? Ja, maar dat zijn extra bijlagen, hè? Lief, Pascal. Madeleine de Bakker. Jij denkt toch niet dat ik mijn zuster daarmee ga lastigvallen? Als je het heel lief vraagt. Voilà. Sorry, Xavier. Hé? Eh? Kolonel van de Sijpen. Als die dat ziet, degradeert hij mij. Allee. Doe je best. Le Boma. Zadie. Ja? Jacqueline. Lulu. Bibi. Je zit er toch regelmatig in uw auto, hè? Ja, maar toch nooit alle vier tegelijk, hè? Dimitri, jij bent aan het vangen, kameraad. Hier, Carmen. Ja. Zeg, Bieke, als jij mij al de namen geeft van uw vorige lieven, dan kan ik die invullen, hè? Zeg, nee, Dimitri, in geen geval. Zeg, een formulierke voor neerroken waterslagers. Jij bent op uw kop gevallen, zeker? Ja, die zit toch ook in uw auto, hè? Bon, we zullen Dimitri een plezier doen. We tekenen dat. Als hij sympathiek doet, natuurlijk, hè? Ja, want het een plezier is het ander waard, hè. Ja. Hoeveel was dat voor dat appartementje? Oh, dat toch? 15.000 frank. Voor drie personen, maar dat is voor niks, hè? Ja, maar dat kunnen wij niet betalen. Nee, dat is die sympathieke, Dimitri. Ah, nee. Zeg, wat doet jij? Ah, ik maak een vliegertje van kolonel van de Sijpen. Dat is goed. Ik zal er iets af doen. Ah. Ja. 14.000. Oh. Dan kunnen we niet meer sparen. Nee. 12.000, dat is mijn laatste woord. 9.000 of niks. Ja. Ja, het is goed. Ah, ja. Dat is sympathiek, zegt Dimitri. Ja, we mogen die ineens aan mij geven, dan moet je ze niet opsturen. Hè? Dat is servies van de zaak. Oh. Eerst graag het contract van ons appartement, hè? Je kunt me toch een pol? Ja, juist daarom. Allee. 10.000. 9.000. Voilà, hier is het doortje. Dank u, Dimitri. Ja, en als je dan ook dit formulier kunt invullen. Willy Koppens, maar die kan toch nog niet schrijven? Ja, wel als je zijn handje vasthoudt, hè? Bo, 100.000 frank. Min 72.000 frank. Minder inkomsten voor verhuur van de kamer. Dan 3 tournees generaal. 1.800 frank. Minder inkomsten op de auto van Carmen. 4.000 frank, dan de autoband voor Xavier, 500 frank, dan de rozen. Ja, die waren gratis. Dat hoeft niemand te weten, misschien. 500 frank. Voilà. Dan werk bij Boma, Pascal en Mark. Dat had mij anders 4.200 frank opgebracht. Ja, 4.200 frank. Dan onkosten in mijn garage na de crash van Billy. Ja. 8.000 frank. Dan het werkverlet om de formuliertjes van te delen aan 700 frank per uur, 3 uur, dat is 2.100. Plus de btw, dat is in zwart, maar 30,5. Ja. Dan benzineverbruik nodig voor de actie, 600 frank. En wat nog? Slijtage aan boven en sleutels, 300 frank. Blijft erover. 5.569,5. Goedemorgen, Dimitri. Ik heb de post meegebracht. Ja. Je ziet er zo bezorgd uit. Ja, je moet eens zien wat me dat al gekost heeft, hè. Sympathiek zijn is duur, hè. $3.000 voor een interview met Radio Hallo. Moet je daar ook voor betalen? Ja, dat is reclame, hè. Daar leven ze van. En ik denk dat dat wat er ook... Publiciteit. $15.000 voor een interview met foto's. Ja, maar dat schiet ik er dan in. Maar dat zal ik pakken, hè, zeg. Je hebt er toch zelf om gevraagd om die interview? Ja, maar niet om te betalen. Maar nu zullen ze Dimitri leren kennen, hè. De pottenstampers. Neem de pak facturen en schrijf op.
Dimitri, ik laat me niet afblaffen, hè. Ik blaf niet, ik bijt. Zelf gevonden. Koffie. Ah, dank u. Denk je dat Dimitri zijn wedstrijd zal winnen? Ik weet niet, maar van mij mag hij wel. Ja, maar ja, zo sympathiek heb ik hem nog nooit geweten. Zeg. Oh. Dimitri, maar kalmeer nu toch? Kaartjes weg! Ja, Dimitri, kom er weer een geven. Ik zal er u een geven, op uw pakkes. Oh. Je denkt van mij te kunnen profiteren, hè? Je wilt dat ik failliet ga, hè? Hier, Pascal, factuur van 1000 frank voor het herstellen van uw bierleiding. Xavier Waterslagers, 750 frank voor uw autoband. Ik moet de mister nog hier eens krijgen. Oma, hier, 1000 frank voor het boren van uw gat. Dimitri, je zet uw eigen ruiten aan het instampen. Mijn ruiten aan het instampen, die pottenstappen stappen maar uit erin. En gij, Carmen, hier, 4000 frank bijkomende rekening voor het herstellen van uw wagen. Oh, en gij, halve puber, denk maar niet dat ik dat interviewje van u ga betalen, hè. En gij, een bonenstak, als je dat geld van de ruiten stappen, hè, kunt dat fluiten. En gij... Zet, meneer Kolenblunder. Hartelijk welkom. Van de juist een kleine discussie. Op te lachen. Ik kan geven ze iets om te drinken. Sympathiek, hè. Heel sympathiek. Dank u. Ik heb genoeg gezien, meneer de Tremery. De winnaar van deze check is meneer Van Roost. Goeiedag. Ja, weet je wel hoeveel wat dat gekost heeft? Verkeerd geïnvesteerd, nonkeltje. Spijtig. Spijtig? Ik zal u eens zeggen wat dat spijtig is. De prijs van uw appartement, dat is 20.000 frank. Sorry, hier is het contract. En welk bedrag is daarop ingevuld? 9.000. Wij komen boven u wonen. Ja, maar trek het u niet aan, hè, Dimitri. Nu dat billetje boven u komt wonen, heb jij toch een enorm voordeel. Een voordeel? Welk voordeel? Ah, wel, een gratis chauffeur om alle dagen uw auto's in en uit de garage te rijden. Goed, hè? Zelf gevonden!